On était venu ici pour prendre des points, en espérant de prendre les 3 points, et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, donc on est satisfait du résultat. C'est moeilijk, moet ik zeggen. Eerste helft denk ik dat we de eerste 25 minuten nog goed meededen. Ik denk dat we ook 3 grote kansen hebben. Maar zij maakten het spel, denk ik. Ik denk dat we ook iets te snel de bal verloren, waardoor dat zij tot die kansen kwamen. Dus dat was een beetje het negatieve. Dan in de tweede helft gingen zij verder op hun elan. Creëerden ze goede kansen, maar stonden wij redelijk goed in de organisatie. We hebben niet zo heel veel kansen meer weggegeven. Daarna kunnen we 2 keer scoren, dus dat is positief voor ons en dat is hetgene dat we moeten onthouden, denk ik. C'était le 7e match, je crois, aujourd'hui. Donc, c'est bien, on a eu 0 défaite, mais c'est pas pour autant qu'il faut s'enflammer. On a de l'ambition, mais on doit continuer à travailler. Comme je l'ai dit, on a eu un très bon résultat aujourd'hui, mais il y a quand même quelques points à travailler. Donc à nous de ne pas nous enflammer, continuer à bien bosser pour toujours ne pas encaisser de défaites et prendre le plus de points possible. Woensdag wacht er Leuven voor de beker van België. Zijn jullie klaar? Ja, het is een belangrijke match ook. Ik hoop dat we zo ver mogelijk kunnen geraken terug in de beker. Misschien zoals 2 jaar geleden, misschien terug de finale zou wel mooi zijn. Maar het zal niet makkelijk worden, dus we moeten beginnen met woensdag die match te winnen.